Het schaaktoernooi van Hogeschool Zeeland kent ook dit jaar weer een groot internationaal deelnemersveld. Wat dacht u van deze Chinese Bu? Een van de 12 grootmeesters op dit toernooi en nummer 45 van de wereld. Hij is dé grote favoriet voor de eindzege en bovendien een echte ambassadeur van de schaaksport. I just like playing chess. I think chess is very interesting games and I want to everybody can play in chess. Bu heeft 249 concurrenten deze week, maar de verwachting is niet dat één van hen in staat is om de Chinees te verslaan. Bu is natuurlijk veruit de sterkste, ook op papier, maar ook vanwege zijn recente resultaten en hij is ex-jeugdwereldkampioen. Dus hij is gewoon wel veruit de favoriet voor mij in ieder geval. Ik denk dat hij het op zijn sloffen gaat winnen. Maar ik heb tot nu toe nog elk jaar een verkeerde voorspelling gedaan. Dus wie weet wordt het echt spannend. Ja. Bu, of eigenlijk Bu Xiangzi, is blij om in Nederland te zijn. Hij is namelijk fan van Oranje. Before they have a good player, like I don't know, Oymas maybe. In before, okay. But now they are played third in the world. I think it's very good. Little lucky, maybe they can win the world champion. So I like a Netherlands soccer team. Yeah. Tot slot nog een belangrijke huishoudelijke mededeling. Wie deze week zijn telefoon af laat gaan, heeft automatisch de wedstrijd verloren. De organisatie is namelijk bang dat de schakers stiekem de hulp inschakelen van moderne schaak-apps. Maar als iemand nou even stiekem een telefoon op de wc neerlegt en je gaat naar de wc toe? Ja, dat soort dingen gebeuren helaas. We hopen dat het niet gebeurt, maar het is moeilijk te controleren.